Blijf rustig zitten, want okay. We gaan over dit mooie boek spreken. Ja, bom vol goede ideeën voor in de sauna, heb ik net gehoord. Ja. Wat, ja, het vijfde boek, klopt dat alweer? Nee, het is inmiddels mijn 11e of 12e boek. Oh, heden. Dan heb ik een paar gemist. Maar ik heb wel 5 Twentse thrillers geschreven. Dat heb je misschien meegekregen. Onthouden, dat zal het zijn. En dat, daar ben ik hier in de buurt een beetje bekend mee geworden. Ja. Maar nu heb ik een roman geschreven. En dat is dan weer wat nieuws voor mij ook. Ja, dus dat is toch een ander... Ander genre. Discipline. Ja, ja. En geen moord en doodslag dit keer? Nee, integendeel. Er gaat wel iemand dood, maar dat is een natuurlijke oorzaak. Hè. Dat is ouderdom en kanker. Dus dat is ook niet leuk, maar dat is gewoon iets... Hè, want vroeger moest je altijd plots verzinnen bij die thrillers. En dat vond ik vrij lastig. Hè. Ja. Na 20 pagina's moest er toch iemand dood zijn. Anders, precies. Anders was het niet spannend genoeg. Geen thriller. Maar dat lijkt me ook best wel moeilijk in een roman. Want goed, het decor is duidelijk. Mogen duidelijk zijn, het Witte Huis staat zelfs op de voorkant. Ja, dat is. Het speelt ook vanaf die tijd al. Het Witte Huis is in 1910 gebouwd. En mijn roman die beslaat ook ongeveer 100 jaar. Het gaat over 4 generaties van een bouwondernemer. De oudste is dan de zoon van een wever. Ja. En die is in 1922 naar de ambachtsschool, die in Enschede dan net nieuw is. Hè. Die is in 22 gebouwd en daar gaat die man dan naartoe, wordt timmerman. Beetje het Dick Wessels verhaal natuurlijk, die ook niet wilde deugen op school. En toen in de bouw ging enzovoort. En dat zie je in Twente heel veel. Hè. Heel veel van die bouwondernemers zijn familiebedrijven geweest. Ja, zeker. Koopmans de Groot, Ter Stegen. Noem ze allemaal maar op. En dat vond ik een veel leuker verhaal nu dan die oude textiel. Geschiedenis nog een keer op. Terwijl dat daar misschien wel zijn oorsprong heeft. En daar dat heeft zijn oorsprong ook in het boek gestopt. Maar die mensen die hadden dus nieuwe kansen. En dat vond ik leuk. En in zo'n roman kun je dus ook tussen verleden en heden wisselen. En dat vond ik ook weer veel leuker dan alleen maar in het heden een plot te zoeken. Hè? Dus ik kon helemaal teruggaan. Maar worden die bouwfamilies ook een beetje een soort van maffiafamilies? Mag ik het zo zien? Daar hoop ik dan stiekem op natuurlijk. Nou kijk, het is wel zo dat er in het plot zit ook wel dat ze een trust hebben. Een soort fonds hebben en daar zat hun zwarte geld in. En dat hadden ze allemaal ook, hè, een beetje. Want ze werden natuurlijk hier en daar zwart betaald. Dat kan bijna niet anders. Dat doe je zelf natuurlijk ook als je een bouwvakker over de vloer hebt. Sorry voor de... Vast niet iedereen. Het is geen bondsverhaal natuurlijk. Dat is ook een punt wat er nu met de ZZP'ers gebeurt. Nou ja, precies. Dat bedoel ik. Maar dat gebeurde natuurlijk vroeger ook al. Alleen op een andere manier natuurlijk. Hè. En dat is natuurlijk... Dat hadden ze dus. Ze hadden dus een fonds, een trust voor hun familie. Maar nu blijkt dat daar moet dan wel weer belasting over betaald worden. En dan moeten ze weten waar komt dat, geld dan vandaan. Het heeft nog wel een beetje een donkere kant. Absoluut, want dat moet ook wel. Het lijkt me ook heerlijk als schrijver om allemaal om je heen te kijken in je eigen omgeving. Ja. En daar af en toe dingen uit het nieuws en verhalen die je ziet erin te plukken en erin te stoppen. Zeker omdat het dan ook voor mij... Ik heb het gesitueerd op de grens tussen Hengelo en Enschede. Ja. Hè, bij de universiteit, weet je wel. En dan kun je die animositeit tussen Hengelo en Enschede, die dat altijd is geweest en gebleven nog steeds. Hoe die kun je ook mooi die? In verwerken. Ja, dat heb ik. Nou, onlangs nog zei iemand van. Nou, dat is totaal nog weer hetzelfde. Mensen in Hengelo willen niet. Hè, je ziet het in de Tubantie ook weer. Een hele discussie over de binnensteden van Enschede en Hengelo. Enschede doet het goed, is aan het boomen. Hengelo niet. Nou, daar worden die Hengelo's dan weer boos over. En die gaan dan ook weer geld stoppen in hun eigen ding, weet je wel. Die moeten daar ook weer iets aan doen. Dat dus zit dat er een beetje in. Nog wel een beetje zo. Dat heeft u ook in deze roman verwerkt. Ja, heb ik er wel in gestopt, ja. Ja, de allereerste zin, die vond ik zelf heel erg mooi. En dat vraagt me altijd af van, hoe begin je een boek? Ja. Lijkt me als schrijver, zeker als het je 11e is, dan ga je zitten. Zie ik, ik weet niet of je een typemachine hebt of gewoon een computer. Ik doe het wel met een computer. Ik doe het wel heel romantisch, hè. Maar goed, dan gaat u daar zitten met een kopje koffie of een glas whisky, ik weet het niet. 2 weken voor zijn dood was hij gestopt met roken. Vind ik een mooie eerste zin. Ja, absoluut, ja. Rookt u zelf? Nou, 2 weken voor mijn dood nog wel. Maar nee, ik doe het al lang niet meer. Maar het was wel, het is ook een oude bouwvakker, weet je wel. Die zie je dan ook nog checkies draaien en zo, weet je wel. En dat is hij tot zijn dood blijven doen, weet je wel. En op een gegeven moment, dan moet hij er maar mee ophouden. Want hij heeft het niet meer gered enzovoort. U vertelde aan het begin dat u een beetje kunt vertellen hoe het afloopt. Tipje van de sluier. Nou, het loopt eigenlijk in zoverre niet en wel af dat ik
ermee door wil gaan. Ik wil het verder gaan schrijven. Dus er zit een soort wordt vervolgd aan. Maar wat ik wel heb gedaan is hier een einde aan breien. Een heel modern eind. Dat ligt in de bitcoins sfeer. Oh, kijk, de digitale cryptomunten. Precies, de blockchain. En daar moest ik me natuurlijk enorm in gaan verdiepen. Heeft u veel bitcoins gekocht? Ik heb geen enkele bitcoin helaas gekocht. Hoewel me dat toen al wel werd aangeraden. Maar ik kon het heel actueel brengen. Dus ja, dat was wel weer leuk. Ja, nou, prachtig verhaal. Villa Twente, waar kunnen we het kopen als we willen? Nou, bij de boekhandel in de regio. En, of in de of betere. Bij, of bij, bij de uitgever. Ja, of bij de betere sauna. Heel goed. Ja. Dank dat jullie er allemaal waren.